waar ook veel uitlopers zijn van bos nog, maar waar er ook heel veel gekapt wordt. Dus ja, in Congo zou je zeggen, dat is een van de apen die in onze tuin leeft. Intussen, ja, in Congo, omdat het hier echt wel nodig is dat er bos geplant wordt, want er wordt heel veel gekapt. Dus ik zal jullie eerst een beetje de problematiek schetsen, om daarna te tonen van hoe we, wat we al gedaan hebben en hoe we in het werk te werk gaan met die herbebossing, om dan vervolgens te komen tot wat we, om dat bos te behouden, wat we allemaal niet moeten doen, en ook te kijken van hoe we met de bevolking dat kunnen organiseren. Want aan de ene kant is er de natuur, maar aan de andere kant gaat die natuur niet blijven bestaan als de bevolking dat niet wil. Maar goed, de eerste problematiek is dat dat primair woud gekapt wordt voor landbouw. Dus men heeft eigenlijk woud, zoals hier, volledig platgelegd. Eerst met zaagmachines, hè, de bomen, het hout wordt verzaagd. De rest die blijft staan, wordt dan verbrand. Dus dat is een soort slash and burn principe, waardoor dat ook alle zaden van dat woud weg zijn. Woudbomen zijn vaak ook een beetje luie bomen, in die zin dat hun zaden zich ook niet zo snel ver gaan verspreiden, zoals savannebomen. Dus dat maakt dat dat woud eigenlijk vernietigd wordt. En dan heb je een heel vruchtbare bodem waar dat men landbouw op doet, zoals je hier ziet, maniok gaat telen. Totdat die grond weer verarmt. Dus na enkele jaren al gaat men weer een nieuw stuk bos gaan kappen. Om nog meer vruchtbare grond te hebben. En dan na enkele jaren gaan ze terug op ditzelfde stuk grond. Dus het is gewoon een weg en weer. Maar er wordt steeds meer bos gekapt. Dus die slash and burn doet men, maar eigenlijk heeft de bevolking ook weinig andere keus, moet je zeggen. Er is geen inkomsten als je met die bevolking spreekt. Kijk, hier zie je dan een savanne die dan nog gebrand wordt, dat is dan nog een derde probleem die erbij komt. Maar als je met de bevolking spreekt, die zeggen ze van ja, we hebben geen inkomen, we hebben geen andere keus, we moeten hier een landbouw doen, we moeten die bomen kappen om te kunnen voedsel produceren. Om weg te voeren. Het zijn natuurlijk ook heel vruchtbare gronden, dus men gaat bij voorkeur ook daar gaan landbouw doen, waar er bos was. Dat betekent ook dat er daar minder plattelandsvlucht is, wat in de savanne wel het geval is. Maar goed, het is een heel grote problematiek, waar wij als Failobby misschien maar een heel klein antwoord kunnen opgeven. Wij kunnen niet voor iedereen werk geven, maar mijn ding is van als ik zoveel mogelijk bomen plant in mijn leven, met de mensen hier, kunnen we al tonen dat het wel haalbaar is, dat we wel een omkeer kunnen maken, dat we eigenlijk het primaire woud kunnen beschermen op termijn door nu bos te planten. Als we nu niet bos planten, gaan we over 80 jaar nog steeds dat primaire woud aan het kappen zien. Dus dat moeten we tegengaan en daarom moeten we bomen planten. En donc, je wil laisser parler notre agronome. Innocent, nous avons choisi pour pas planter là-bas, où on a juste déboisé. Mais nous avons choisi pour planter dans la savane. Vous pouvez expliquer pourquoi? Oui, d'abord, le site que nous avions acquis, le premier site que nous avions acquis pour travailler, ce sont des sites qui sont dans les environs immédiats de Idiofa, qui est une grande agglomération, où la terre a été très fréquentée, très sollicitée par les citadins, et ainsi le sol est devenu très dégradé. Donc, il fallait maintenant faire un effort pour essayer de restituer un peu à ce sol la fertilité. Et c'était un grand problème parce que, comme le sol était déjà très dégradé, nous avions commencé par reboiser. Donc, le sol n'est plus utile pour la population. Mais pourquoi alors nous n'avons pas planté là-bas où le sol est très fertile parce que nous voulons vite avoir une grande forêt quand on plante là-bas? Mais on a choisi pour les terres qui sont pas qui sont dégradées. Puisque si nous continuons, nous allions commencer à travailler là où le sol est très fertile, peut-être qu'on allait empêcher les paysans à pouvoir travailler librement dans leurs champs, parce que là où la terre est fertile, c'est pratiquement l'espace vital. C'est là où le peuple vit.
Oké, okay, je bent mobiel natuurlijk. Dus ik ga moeten steeds snel gaan met de antwoorden. Dus eigenlijk als we die gronden daar in gebruik nemen waar er net ontbost is, gaan ze nog meer bos moeten kappen, want wij gaan eigenlijk de vruchtbare grond waar dat ze landbouw willen doen inpalmen. Dus onze keuze is geweest van eerst waar de bevolking minste gronden nog gebruikt, omdat ze eigenlijk overgebruikt zijn, daar gaan we bos gaan planten. Dus daar hebben we eigenlijk, gaan we niet in de weg zitten van de bevolking, gaan we eigenlijk die grond terug vruchtbaar maken. Dus we doen de omgekeerde beweging, die een moeilijkere stap is, maar die wel maakt dat er op termijn terug bos staat, die kan beheerd worden. En dat beheerd bos kan dan ook gekapt en geplant worden, zonder dat er nog primair woud moet geplant worden. Gekapt worden, pardon. Hier zie je een paar voorbeelden van hoe dat we in de savanne al aan planten zijn. Ik zal eens op de kaart tonen waar we dan precies zitten. Dus ik had al getoond, Kinshasa is hier. Hè? We zitten op 700 kilometer. Je ziet hier enkele vlekjes. Je ziet daaronder het, boven het woud, het primaire woud. Maar je ziet ook die uitlopers van het primaire woud, eigenlijk de gefragmenteerde zone. En als we daar nu op inzoomen, dan ga je zien, waar het donkergroen is, is het nog woud. Al dat lichtgroen is gekapt bos. Het is eigenlijk heel vruchtbare grond, waar als ze dan een jaar geen landbouw doen, komt er direct een beetje broessen op, een beetje houtopslag, maar dan niet meer dezelfde bomen zoals in het woud staan. En wij hebben eigenlijk gekozen om aan de rand daarvan te zitten, van die gefragmenteerde bosgebieden, en in de volle savanne. Het blauw is de uitloop, de nieuwe zones waar dat we akkoorden mee hebben, zoals bij Alain Moulecke, die je hier ziet, die zit in Makanga. Hè. Maar wij hebben al geplant, wij hebben nu 2700 hectare geplant in de groene gebieden. Dus dat is Ingoum, Idiofa, Tomoti en Bichambele. Dus 2700 hectare, zoals ik zeg. We hebben daar ongeveer in het hoogseizoen zitten we telkens met 580 mensen te werken. Ik moet zeggen, momenteel niet. Nu zitten we nog met 250 mensen of zo, omdat we eigenlijk financiële tekorten hebben. We kunnen die grote oppervlaktes nu niet waarmaken met de COVID, met Failobi Café die dicht is, met ook andere sponsors die wegvallen op dit moment. En we zijn dus op zoek naar andere grotere financieringen, maar daar ga ik later over vertellen. Dus wij doen herbebossing en agroforesterie en daarnaast die duurzame ontwikkeling met de bevolking, waarbij dus een aantal sociale activiteiten. Ik doe dat natuurlijk niet alleen, zoals je al gezien hebt. We zitten hier met een aantal mensen. Je kan nooit iets alleen doen. Je moet altijd in gemeenschap werken. En in Afrika is het, kun je niets bereiken als je het alleen wilt doen. Je moet echt meegedragen worden met de bevolking. Wij hebben zo wekelijks vergaderingen. Dat is bij mijn oude hut eigenlijk, die verbrand is, die afgebrand is in oktober. Hier zie je zo'n vergadering met de verantwoordelijken. Maar daarnaast zijn dan ook een hele hoop medewerkers die in de velden werken. Hè. Als het dan hier, dat is in Ingong bijvoorbeeld, als er een groep aan het werken is, als ze erbij komen, hebben we dan een keer foto's gemaakt hier en daar. Voilà. Dus wij doen die herbebossing met de duurzame ontwikkeling. Dus het is natuurherstel. Daarvoor ben ik naar Congo gekomen in eerste plaats. Maar dat is de mens en de natuur terug in evenwicht brengen. Want als de mens er geen nut aan heeft, zal dat bos niet blijven bestaan. Dus voor ons is ook dat resultaat heel belangrijk. Daarom hebben wij direct met lonen gewerkt, met medewerkers die betaald worden. Want vaak heb je ONG's die komen, die dus mensen eerst laten een project uitvoeren, vrijwillig meewerken, maar dat werkt vaak niet als de mensen niet geremunereerd zijn. Dan is men heel snel ontgoocheld en dan heb je ook geen blijvende resultaten. Voor ons, door met die lonen te gaan werken, krijg je een opbouw van capaciteit en kennis en verantwoordelijkheid. Dus we werken eigenlijk op twee niveaus. Je werkt in eerste instantie met die bevolking, met die klants, met die lokale bevolking, maar dan heb je een akkoord met de gemeenschap, maar daarnaast ga je dan eigenlijk met de individuen gaan werken die het werk gaan uitvoeren. En we zoeken dan eigenlijk voor die gemeenschap hoe we kunnen op lange termijn, nadat dat bos geplant is, ook blijven inkomens creëren. Dus we gaan dat zien met agroforesterie en met andere activiteiten die we doen. En we proberen ook een stuk basisvoorzieningen voor heel de gemeenschap op te richten, zodat eigenlijk iedereen gezien is.
zodat niemand kan zeggen van ja, van je lobby, we zijn daar tegen, want die doen niks voor ons. Hè. We proberen eigenlijk mee te denken, wat zijn de problemen, hoe kunnen we eruit komen, wat zijn de mogelijke oplossingen. We zijn dus gestart, ik ga daar nu rap over gaan, in 2012 met 22 mensen. Dus we zitten nu op 2021 op 2700 hectare. Hier zie je zo een paar voorbeelden. Ik ga daar rap over gaan, maar dat geeft een idee. Vallée du Paradis, het is een volledige kaalslag. Het is een gedegradeerd landschap waar er bijna geen landbouw meer op mogelijk was. Zie vooral die vallei die telkens terugkomt. De foto's zijn telkens een beetje op een andere plek, want ja, die bomen groeien, dus die nemen de plek in waar je net een foto wil maken. Dus dat lukt niet altijd. Zie je dus, 2021 ziet dat er zo uit. Je ziet terug die vallei. Het is nu één beeld waar we proberen dat ze terugkomen. Ingong, een ander veld. Zie je volledig dat zand. Het is bijna woestijn als je het ziet. Geen enkele boom meer die recht staat. Als er een boom recht staat, is het een landpaal, een landgrens eigenlijk. Dus we hebben daar nog geprobeerd op een andere manier te werken dan in die eerste site. Daar werkte in de eerste site alleen met lokale woudbomen. In die tweede site zijn we veel meer ook met die acacia gaan werken. Met die boom die heel snel groeit, die een exoot is. En die wij ertussen planten nu. Om op termijn, voilà, je ziet het verder toegroeien. Eind 2018. Dan zitten we nu, 2020, dus die foto van eind 2018 hier. Dus die lijn. Dus daarna zitten we nu weer met het bos die erbij gekomen is. Als je goed kijkt, ik weet niet of ik kan inschrijven, zie je weer een nieuw veld, al die bijgevoegd, dus zie je lijntjes op. Pardon. En zie je eigenlijk hier ook al een stuk bos, herbebossing die gebeurd is. Dus we zijn dan nu aan het dichtrijden hier, dat stuk ertussen. En zo gaan we steeds verder. De volgende stap is naar die kant. Verder uitbreiden. Ieder jaar wordt er een stuk uitgebreid. En dan zie je mooi een landgrens eigenlijk met die savanne. Hoe dat landschap verandert. Dus we maken daarin telkens lijnen. We maken blokken van 10 hectare. En we maken dan eigenlijk om de 100 hectare een bosgrens met een brandgang. Om te voorkomen, want ieder jaar heeft men de cultuur van savannebranden. Dus als de buren het gras in de fik steken, ja, dan is het bos ook een stuk weg. Eenmaal dat het bos groot genoeg is, dan stopt dat. Ja. Hier zie je weer die acacia's opkomen. Dat is die soort die heel snel groeit. Die we tussen de bomen planten. De bedoeling is dat we eigenlijk heel snel een omvorming krijgen van savanne naar bos. Daardoor kunnen die bomen die in het bos moeten groeien, die woudbomen die in de schaduw moeten staan, blijven dan ook, we kunnen dan ook beginnen groeien. Want in eerste instantie kunnen we niet alle woudbomen planten in de savanne. Dat zal niet aanslaan. Hier zie je een beetje een beeld van hoe dat men net gaat uitplanten. Dus als de bomen uit de boompikkerij komen, worden ze de laatste keer losgemaakt, met de wortels losgemaakt die al doorgegroeid zijn. Dan wordt eigenlijk alles met de hand uitgedragen. Kijk, hier zie je de bomen lossnijden. Ze worden dan nog een week eigenlijk in de boomkikkerij gehouden, begoten. En dan als ze blijven doorgroeien, worden ze uitgeplant. Maar ze moeten natuurlijk een rugzakje mee hebben van water als ze in de savanne worden uitgeplant. Misschien duurt het 3 dagen voordat het niet doet. We zitten momenteel bijvoorbeeld met een beetje een omslag. In april moet je wel gestopt met bomen planten, want in juni is het droogste seizoen. En nu hebben we al de uitkoop van het droogste seizoen. Voilà, dat zijn die boomkwekerijen. Hier zie je dan, als er niet gewerkt wordt, die verschillende types bomen die we planten. We maken die boomkwekerijen telkens waar er kleine riviertjes zijn. Dus hierachter is er een klein riviertje. En dat zijn dan lange stroken waar we herbebossen, waar de boomkwekerij doen. Want we doen alles met de hand. Het voordeel van met de hand te werken is dat je de bevolking werk geeft. Want de lonen zijn heel laag. Hè? Maar als je kijkt, 1 tractor neemt voor 50 mensen hun loon weg. Maar 1 tractor stuurt geen enkel kind naar school. Dus onze aanpak is van met de bevolking werken, samen zoeken naar oplossingen,
Hoe kunnen we in dit arme land toch een opbouw doen van de maatschappij? Want als hun kinderen naar school kunnen gaan, gaan die misschien later een andere job doen. Gaan die misschien de stad hier verbeteren, andere technieken meebrengen enzovoort. Dus die hoop willen we stap voor stap gaan doen. En niet met tractoren gaan werken, waar je eigenlijk dan één iemand betaalt, veel benzine of diesel betaalt, maar eigenlijk de bevolking aan de kant laat staan van heel het gebeuren. Ook voor dat bos te behouden, heb je eigenlijk dat partnerschap heel erg nodig met die bevolking. Maar we waren bezig met die herbebossing, met die boomkwekerijen. Dus we planten snelvroeiers die snel voor dat bos moeten zorgen. Een bosversneller noem ik dat. Dus die acacia, maar ook lokale boomsoorten zoals Myosopsis, Albizia, Dileca. Die men dan na een jaar of 7 al zou kunnen eruit kappen. Dat zou dus een eerste inkomst kunnen zijn van de bevolking. We hebben dat tot nu toe nog niet gedaan. We gaan dat ook zien, hoe we daar verder mee omgaan. Maar dat zal ook op een gegeven moment zichzelf uitwijzen. Maar dat willen we georganiseerd doen, dat dan niet iedereen zelf gaat bomen uitkappen, maar als we zien dat de woudbomen meer plek nodig hebben, dat die eruit gaan. En daarnaast zijn het dan voornamelijk die woudbomen voor houtproductie. Maar daar ook weer proberen we ook bomen tussen te zetten die noten, die bloemen geven voor honing, die rupsen aantrekken. Want bevolking eet veel rupsen als proteïne, als er geen vlees is. Dus voilà. We proberen een beetje die mix te maken van dat lokale woud te herstellen, maar dan ook te kijken wat de bevolking daarvan nut kan van hebben. Hier zie je die twee types soorten. Dus die rechtse soort is nu een pioniersoort die heel snel groeit, recht omhoog. Na enkele jaren kan die eruit gekapt worden voor als paal, voor hun huttenbouw bijvoorbeeld. Daarnaast zie je die wengi die veel trager groeit, maar die uiteindelijk de grote woudreus gaan worden. Hier zie je een aantal woudsoorten, zoals de Oapaca, de Ricinodendron, de Bem, Kleine Doxa, ik ken al die naamsoorten goed, dat is misschien niet van belang nu. Maar die planten we tussen die boomsoorten die heel snel groeien. En met bij voorkeur vooral die Bois Noir, die Wengi, omdat die een legumacee is. Dat is een boom die zelf stikstof in de grond stopt. Via bacteriën aan zijn wortels. Deze ook, de pentacletra. En die zorgen eigenlijk voor de eerste woudvorming. Daarnaast proberen we nu in de tweede fase nieuwe soorten bij te gaan zetten, die echt ook in het woud heel groot worden, zoals hier de tola, een boomsoort die gegeerd is voor planken bijvoorbeeld. Maar die wengi is ook heel gegeerd voor planken. Is zelfs een duurdere houtsoort dan die tola. Maar goed, we proberen de mix te maken. Hier zie je een andere boomkwekerij, en dat is een Bichambelle, dat is dan al veel groter, omdat we daar met 500 hectare per jaar aan het planten waren. We hebben daar ook geprobeerd om zonder afdekking te doen. Kijk, hier zie je in de verte dat er nog met palmbladeren een soort afdekking gemaakt wordt voor schaduw. En hier deden we dat niet, maar dan zagen we dat we uitval hadden, omdat dat toch woudbomen zijn die in eerste instantie graag ontkiemen, zoals je hier ziet, met schaduw. Ook voor het bevloeien. We werken alles met de hand. Hier zou je industrieel moeten gaan bevloeien. Dus zijn we heel snel gaan zien dat we toch met onze gietertjes gaan moeten een afdak hebben om niet 5 keer per dag te moeten alles begieten. Dus we leren, hè. We leren. We maken fouten. We hebben eigenlijk niet veel voorbeelden van anderen die het doen zoals ons. De meesten doen alleen die exotenplanten voor heel snel houtskoolteproductie te hebben, maar die woudbomen, dat komt weinig voor dat geplant wordt. En zeker om met een mix te gaan werken. Maar goed, wij leren niet alleen van die grond en die soorten, ook de technieken hebben verbeterd in de loop van de tijd. En we leren ook heel veel van de mensen. Hè. Als we merken dat mensen niet mee zijn met het project, dan krijg je bosbranden, dan krijg je dat ze komen hout kappen. En dat moet je niet hebben, want dan stopt uw project in feite. Dus daar hebben we ook telkens moeten ons aanpassen aan wat er mogelijk is. We leren ook nieuwe boomsoorten kennen. Dus hier zie je professor Joris van Akker en Emile de Meijer van de Woodlab van de Universiteit van Gent. Die zijn in februari op bezoek geweest hier. We zijn met hun ook naar die lokale wouden gaan op 40 kilometer afstand getrokken, omdat ze daar onze zaadvoorraden zijn. Dus onze mensen gaan telkens naar die wouden waar ze zaden gaan vinden. Maar wij hadden nu veel bomen dat we zelfs de naam, de wetenschappelijke naam, niet kenden. Dus daarvoor was die professor heel interessant dat hij bij ons kwam. En dan zie je natuurlijk, als je van zo'n woud
naar zo'n woud wil komen, zitten we nu met dat soort bomen op die mag. En beginnen we eigenlijk met dat soort velden. Dus hier zie je zo'n veld, Bichambelle, waar alles met de hand lijnen getrokken, opengehaard wordt om de 4 meter. Dan wordt er om de 3 meter een boom ingeplant. En dan krijg je eigenlijk een brandgang ertussen. Blokken van 10 hectare telkens die we openlegden. Dus dat is een gigantisch werk om van zo'n savannegrasland naar zo'n tropisch woud te gaan. Terug. Maar het is mogelijk. En het gebeurt. Je ziet, met een tractor zou het ook niet allemaal evident zijn om op die hellingen te geraken, bijvoorbeeld. Handenarbeid, soms nog het beste. Maar dus om te zeggen dat die Afrikanen hier niet veel werken, dat zou ik nooit kunnen zeggen. Het is een heel intense arbeid. Hier zie je de afstanden die men aflegt. Het is soms gigantisch, ja. 2 kilometer om bomen uit te dragen. Uitplanten. En hier zie je een fout. Voilà. Je steekt het zakje weg in de grond. Dat was niet de bedoeling. Dan hadden we door de video die opgenomen werd, was ik erop terechtgekomen dat ze daar in die site de zakjes wegstoppen. Terwijl we die eigenlijk allemaal verzamelen normaal, want die mogen niet in de natuur blijven. Ze zijn allemaal biodegradabel, maar goed, zoals we allemaal weten, die plastic blijft in micro. Dus die verzamelen we. We hebben daar ook nog altijd geen antwoord op. Nu verbranden we die zakjes dan. Bij mij thuis verbrand ik heel plastic, maar bij de boomkwekerijen doe ik het allemaal. Maar goed, dat is heel fijn materiaal. Dat is de enige oplossing die we nu voor handen hebben. Voilà. Dus, en dan komen we eigenlijk tot het verhaal van na het planten. Eenmaal dat je dat bos staan hebt, ja, moet het ook blijven bestaan. Hè? Natuurlijk hebben wij die brandgangen, hè? Dat is een heel belangrijk iets, en dat onderhoud. De eerste 3 jaar na aanplant doen we onderhoud, totdat die bomen eigenlijk boven dat savannegras uitstaan. En dan hebben we een heel risicomoment. Tussen 3 en 5 jaar is dat savannegras verdord, staat er nog tussen, staat hoog ertussen. Als men dan brandt en steekt, dan is het allemaal weg. Dus wij maken blokken van 100 hectare. We hebben zoal vorig jaar een bosbrand gehad. 70 hectare afgebrand in Tomoti. We hebben ook een bosbrand gehad. 300 hectare in Bichambelle. Dat was door een probleem met een klan. Wij hadden geen probleem, maar 2 clans hadden een probleem onderling. En ze hadden het eigenlijk uitgevochten op onze velden. We hebben dat terug allemaal heringeplant. Maar we hebben ook gezien, we hebben er ook weer uit geleerd... De brandgangen werken echt goed. De savannebomen, dus die pioniersbomen, die branden af en die komen niet meer terug. Die woudbomen die we geplant hebben, die blijven ondergrond staan. En een jaar later staan ze weer even hoog. Dus als ze, ja, niet als ze 5 jaar al oud zijn. Hè. Maar eenmaal dat die bomen 5 jaar oud zijn, dan ontstaat er eigenlijk een bos die het grasland doet verdwijnen. En dan krijg je ook geen branden meer. Maar dus, we doen ook aan Grigri. We zetten eigenlijk een soort poppetjes langs de kant van de herbebossing. Dat maakt dat die mensen weten van, ga daar niet binnen, want daar kunnen ze voeden doen. Hè. We gaan onze kinderen daar niet insturen. Dus dat beschermt het bos. Het is een heilig bos, in feite. Zoals de koetumetier vroeger deed. Vroeger had je een systeem dat men bepaalde dagen niet in het bos mocht. Dat maakt ook dat er een rust was, dat er niet alles afgeschoten werd. Nu is dat natuurlijk allemaal voorbij, die kutum, maar die Grigri werkt nog. Maar goed, wij laten mensen wel door onze bossen lopen. Wij hebben niet alleen brandgangen, wij hebben ook wegen die er doorlopen, die naar de bronnen gaan. Dus recht op water is altijd een recht voor iedereen. Dus we gaan dat ook niet tegengaan. Maar wij moeten daar dan ook brandgangen naast hebben, dat ze niet per ongeluk het in de fik steken. We hebben ook proberen nu informatie te geven naar de bevolking toe. Want we merken dat dat ook heel belangrijk is. We zijn nu bezig met de aandacht van een botanische tuin. Met eigenlijk al de boomsoorten die erin staan. En misschien kan Zaki ons eens vertellen wat we doen nu met de hogeschoolstudenten daar. Tu peux m'expliquer un peu comment nous voulons introduire pour que tout le monde comprenne ce que nous faisons. Oui. Jurgen, ja? Kun je anders even stoppen met delen, dan komt
Anders zijn jullie zo klein in beeld. Dan ga ik ze opnieuw. Het is stop share, ja? Yeah. Ja. Voilà, dat is beter. Oui, pour que nous puissions passer cette sensibilisation, normalement, ça doit nous demander vraiment beaucoup d'argent. Pour ceux qui ne voulons pas dépenser l'argent parce qu'on n'en a pas, nous avons fait un programme auquel nous allons commencer à enseigner les étudiants comment est-ce qu'on peut... et maintenant, ils vont aussi faire des programmes pour qu'ils puissent aussi enseigner les autres, ou soit les écoles primaires. Comme nous avons aussi un projet, on est en train de préparer notre jardin botanique. On va accompagner les étudiants là-bas. On organise des séances de formation comme des cours. Comment est-ce que nous pouvons, ou quelle est l'importance de la forêt dans la vie humaine. Comme ça, dès que ces étudiants vont comprendre, finalement, ils aussi deviendront des prédicateurs. Ils vont prêcher Fajalobi l'importance aussi de la forêt. Dus, ze gaan, we hebben een enkele mensen die eigenlijk hogeschoolstudenten onderricht geeft. Dat doen we al in onze sites, maar ook in die plantentuin waar ik woon. Daar zijn we daar nu mee begonnen. Om eigenlijk om ook naar lagere scholen te gaan en ook om naar dorpen te gaan waar we herbebossen. Om daar uitleg te geven wat we doen, wat het nut is van die herbebossing. Want natuurlijk, nooit iedereen werkt in die herbebossing. Maar het is belangrijk dat al van kleins af aan kinderen beginnen beseffen van we moeten daar niet branden, want dat bos is ons belang. Hè? Het is eigenlijk een belang van hun eigen dat bos er staat. Het is niet het belang van Jurgen Heytens, die hier later zal sterven. Of later niet meer zal zijn. Maar het is een belang van iedereen, van de bevolking. En dat willen we eigenlijk voornamelijk duidelijk maken. Ik moet terug naar mijn video. Pardon. Dus ja, we waren hier. Oké. Dus daar zijn we nu al mee begonnen met zo'n lespakket te geven. Hier zie je een beetje beelden van die plantentuin. Dus waar de bomen staan, zetten we dan een bord bij met informatie van die boom. Is er informatie over die zaden die verzameld worden enzovoort. Dus hier zie je de hut. Hier zie je Emiel die op bezoek was toen. De hut waar ik nu verblijf, want mijn hut is afgebrand helaas in oktober. Maar nu zijn we ook voor die plantentuin. Het nieuwe huis die we bouwen met steun van vrienden, gaan we eigenlijk meer dan een huis in. Het zal eigenlijk een vormingscentrum worden. Voilà, hier zie je het gebouw die we nu al aan het bouwen zijn. Het is nog een ruwbouwfase. Maar hier zal dus eigenlijk op het gelijkvloers ook les gegeven worden. En zullen ook de bureaus zich bevinden. Zal het niet alleen een huis zijn. Ik zal eens terug naar mijn tekst gaan, dat ik nog weet wat ik aan het zeggen ben. Dus daarnaast zijn we eigenlijk, naast die informatie verspreiden naar die bevolking, ja, proberen we natuurlijk ook een goed nabuurschap en een contact met die bevolking te hebben. Maar zijn we eigenlijk vooral ook bezig met die gronden. Want je gaat zeggen van oké, jullie nemen die gronden af van de bevolking. En daar proberen we nu, maken we het principe d'accord avec les clans. We maken akkoorden voordat we die gronden in grondrecht opnemen, zodat eigenlijk het nut van die gronden steeds voor de bevolking zal blijven, maar zodat het bos zal blijven bestaan. Franklin, tu peux peut-être expliquer ça un peu. Oui, pour le principe d'accord, pour le moment, nous avons changé de stratégie pour travailler. Vous voulez que nous puissions acheter des terrains, mais nous signons le principe d'accord avec les communautés. Et pour 1000 hectares, nous prévoyons, n'est-ce pas, $25,000 comme droit coutumier. Alors, là, Faja ne s'approprie pas seul des terrains et les communautés. Et Faja, tous sont d'abord membres de Faja et les terrains appartiennent encore à ces communautés. Parce qu'à la longue, les intérêts qui sortiront de ces forêts, c'est pour la communauté. Donc, Faja accompagne cette communauté dans un développement durable. Et la gestion des forêts, maintenant, ça revient à Fajalobi. Les clans qui signent les accords deviennent automatiquement membres de Fajalobi et nous partons ensemble avec eux pour obtenir les amphithéoses, les contrats avec le gouvernement. Le cadastre. Et le cadastre pour que le gouvernement ne puisse pas s'approprier de force de ces terres-là. Et les terres doivent appartenir, n'est-ce pas, à ces populations.
qui vont utiliser et qui vont maintenant utiliser tous les intérêts pour le développement durable. Raison pour laquelle nous partons dialoguer avec les communautés qui nous cèdent les terres et nous payons les redevances coutumières ensemble avec ces populations. Et même vont travailler dans les champs. Maintenant, nous les payons pour qu'ils puissent envoyer leurs enfants à l'école, qu'ils se font soigner. Donc, raison pour laquelle nous signons ces principes d'accord. Dus, je vais traduire maintenant. Oh. Donc, we maken een akkoord met de bevolking, zodat we die gronden eigenlijk in gebruiksrecht nemen. Dus Fayalobi wordt eigenlijk de grondgebruiker, maar de community, de gemeenschap die er woont, wordt lid van de VZW, van de NGO. Dat maakt dat wij kunnen zorgen dat er niemand individueel kan bos gaan kappen, want dat zijn vaak de voorkomende problemen met die probleem communautair, dat men kent, dat iedereen doet maar wat hij wilt. Nu creëren we een organisatie, dat iedereen weet van, voilà, alle bomen die zullen ooit gekapt worden, als het nu voor houtskool of voor planken is, het is voor de bevolking. Het werk die gecreëerd wordt, is voor de bevolking. De infrastructuur die men zelfs zal doen met die inkomsten van die $25,000 per 1000 hectare is voor bijvoorbeeld een ziekenhuis of een centre de santé neer te zetten of een schooltje. Dan mogen ze zelf kiezen dan. Maar dus we proberen zo eigenlijk echt het ownership te maken. Dus dat de bevolking een communautair bos creëert, maar dat ze het niet kappen. Dus dat is de hoofddoel. En daarin gaan we dan ook die agroforesterie doen. Ik ga nog kort misschien eens Alain. Tu peux expliquer pourquoi tu veux que Fayalobi, tu veux participer dans le projet de Fayalobi dans votre communauté? Oui, nous voulons que Fayalobi vienne travailler chez nous, dans notre communauté, puisque nous avons beaucoup de difficultés. Il y a les jeunes qui ne travaillent pas, ils sont les exodes ruraux, alors la pauvreté ne sait que battre son record. Alors nous avons des terrains. Et dans la brousse, nous voyons que les gens de la forêt vivent mieux que les gens de brousse. Puis nous avons des difficultés pour que Fayalobi vienne planter des arbres pour transformation de notre brousse en forêt. Puisque ces arbres, dans la longue, peuvent nous aider. Chez nous, les chenilles produisent, même les gibiers viendront et couper les arbres pour les branches. Et puis, ça sera une grande richesse pour nous. C'est pourquoi nous avons voulu que Fayalobi vienne chez nous. Nous avons gardé, alors cédé 5000 hectares pour Fayalobi pour son travail de reboisement. Dus, heel kort, hij heeft gezegd, wij willen graag met Fayalobi samenwerken, want eigenlijk krijg je een exode rural. Hij heeft dat woord niet letterlijk gebruikt, maar... dus de jongeren, dus de ouderen van het dorp, zijn eigenlijk bij ons komen vragen van, kom bij ons werken, want ons dorp loopt leeg. We hebben geen activiteiten meer, we hebben zelfs geen medische post meer. Dus iedereen trekt weg. Want er is een arme grond waar ze zitten, er is savanne. Er is weinig landbouw die gebeurt daar. En het zorgt ervoor dat er dus geen bevolking meer blijft. Zij willen dat hun bevolking er blijft. Ze zien dat de bevolking het beter heeft waar het er bos is, waar het er rijkere gronden zijn. Dus ze zeggen van, oké, kom bij ons. En dan weten we tenminste dat er terug een heropbouw wordt van ons dorp. Dus dat was een beetje zijn antwoord. Misschien encore peut-être ma patience. Vous pouvez parler pour le clan de Ingong. Comme chef de clan là-bas, pourquoi comme femme vous préférez pour travailler avec Fayalobi? Bana en charge, bana getanga bien bete bien puis fin dans la bête la même qu'on avait tout naïngo on avait tout je veux permettre avec tout na route à Mingongo même bandindi même bacheni vraiment manio comme du même qu'on a bien
Oké, okay, dus ma patience heeft in het Kikongo gesproken. Ik ga het vertalen voor jullie. Ik spreek hier al redelijk wat Kikongo. Maar ze kan ook wel Frans, maar ze voelt zich zekerder om in het Kikongo te spreken. Daar zie je ook meteen dat vrouwen hier vaak een achterstand hebben van opleidingen. Die maakt ook dat we eigenlijk met redelijk wat mannen in de leiding zitten van het project. Maar zij is toch een chef van een clan. Want dat is door hun community als sterke vrouw hebben ze haar gekozen. Wat zij vertelde is van, goh, ik heb liever dat ze onze gronden gebruiken voor herbebossing en dat er ook weer agroforesterie gebeurt. Dat onze mannen werk hebben, want nu zitten ze hele dagen maar thuis te kaarten. Wij als vrouwen moesten de velden gaan bewerken en de mannen doen niets. Dus wij doen het huishouden en we doen ook onze velden bewerken. Nu hebben onze mannen werk, kunnen we ons ook nog met andere dingen bezighouden. Maar in Ingong werken er zowel mannen als vrouwen. Hè. Maar als we zien hoe verder we van de stad gaan, hoe meer we eigenlijk met mannen werken, want de vrouwen hebben eigenlijk al te veel een taak voor hun huishouden en voor hun veld te bewerken. Want voedselproductie is vaak ook de vrouw die het doet, de landbouw. Hè. Nu dat we met een geremunereerd stelsel werken, met betaalde jobs, zijn de mannen ook veel meer geïnteresseerd om het zware werk op zich te doen. Dus dat was een beetje haar antwoord in het kort, samengevat. Ik probeer terug naar mijn PowerPoint te gaan. Oké, maar ik ga telkens eruit. Dus daar hadden we het huis die verbrand is een nieuwe. Ik zal hier ook tonen een. Hier zie je dus met een communauté, dat is een beetje een belle, dat we dan samen zitten als er een probleem is, als er bijvoorbeeld een bosbrand geweest is, als er een ander probleem is, of als er ook geen probleem is, gaan we gaan kijken van hoe loopt het, en dan houden we een soort dorpsvergadering met oversten. Hier zie je ook weer mannen voorin staan. De vrouwen staan er dan verder rond. En die geven dan commentaar. Dus zo werkt het hier een beetje. En wees maar zeker dat die vrouwen ook gehoord worden. Maar ja, er is een soort nog een weg af te leggen naar emancipatie van of hoe dat die cultuur, hoe dat de gemeenschap in elkaar zit, wie dat er het zeggenschap heeft. Dus zoals je ziet, er zijn ook vrouwen die klanhoofd zijn, en in andere dorpen zijn het dan weer allemaal mannen. Dus dat hangt af echt van plek tot plek. We zitten hier ook met een matriarchaat bijvoorbeeld, maar het is toch vaak de mannen die de overhand nemen in beslissingen. Dat is vaak ook een van de problemen met de gronden. Dat de vrouwen de gronden bewerken, maar dat de mannen graag de grondrechten afstaan om zakgeld te hebben. Daarom willen we nu ook alleen met die akkoordenprincipe gaan werken, zodat eigenlijk alles naar de gemeenschap terechtkomt volledig. Hier zie je een aantal bomen, dus zo willen we eigenlijk ons bos bereiken, die grote. Er staan ook nog op enkele plekken een paar van die oude bomen tussen, heel kleine fragmenten, en die proberen we dan te integreren in het bos. Momenteel, hier zie je hoe werken we in een land met al die problemen. We zitten in een land in chaos, want eigenlijk probeert Fayolobi een soort structuurrecht te houden, hè? In een land die in disorder is. Hè? Er is ook geen elektriciteit. Het is ook daarom dat we hier zitten, waar dat we ver van de stad zitten, van de grote steden zitten, waar dat bos ook veel meer zin heeft om het te behouden. Er is ook corruptie overal, de overheid die tegenwerkt. Er zijn geen wegen, er is slechte scholing, slechte medische zorg. Dan kun je zeggen van ja, waarom ga je daar gaan zitten? Bon, dat is allemaal waar. Maar wat we ook beginnen zien nu, er is hier, waar wij zitten, is er geen oorlog. Er is alleen zand. Er is arme grond. En dat maakt misschien het voordeel dat we ook op een rustiger manier kunnen werken. Onze doelstelling is, of onze manier van werken is van niet opgeven. Je moet structuur in organisatie brengen. Want mensen smeken om in een soort structuur te gaan zitten in een land die in wanorde ligt. Hè, waar dat de overheid eigenlijk niets in handen neemt. Bij ons hebben we bijvoorbeeld
een medisch centrum, een ziekenhuis, die zorgt dat de medewerkers en hun familie, als ze ziek zijn, direct verzorgd worden, maar wij kunnen voorfinancieren. Hun mutualiteit is dat zij nadien in stukjes betalen van hun loon. Dus dat kan 3, 4, 5 maanden zijn volgens wat ze bekostigd hebben. Ze betalen alles terug, maar in feite worden ze direct geholpen. Er is niemand die moet sterven omdat ze geen geld hebben. We doen dat zelfs met mensen die niet bij ons werken. Ze kunnen komen bij ons. Ze kunnen iemand van de familie laten 1 of 2 weken bij ons komen werken om hun kosten te betalen en het probleem is opgelost. Dus dat is een vorm van probleembeheren en structuur geven aan levens. En een project die niet in de tijd stopt. Dus dat wil zeggen, we zijn geen NGO die na 5 jaar wegtrekt. Want dat is vaak waar het fout loopt in Congo. Dus een NGO komt naar hier, doet 5 jaar een project, zegt, voilà, we hebben een bos laten planten, nu zijn we vertrokken. En dan gaat de bevolking het weer kappen en dan gaat het me weer over naar de oude gewoontes. Daarom heb ik gezegd van, het is mijn levenswerk, ik kom hier en ik blijf hier. Het idee van die missionarissen die hier zo lang heel hun leven waren, die hebben wel dingen kunnen opbouwen. We zitten nu in een tijd van duurzaamheid, maar eigenlijk duurzaamheid van 5 jaar. Dat werkt niet, sorry. Dus daarom moeten we veel langer en veel en ook met vallen en opstaan gaan werken, want sommige dingen werken ook niet bij ons. We hebben ook geprobeerd met de mutualiteit van vooraf betalen, dat werkte niet. De mensen hebben die marge niet om dat te doen. Dus we maken fouten en we leren daaruit. We proberen ook een stukje in te staan op die slechte scholingen en die andere activiteiten. Door dingen op te zetten met bevolking. Je ziet, ja, we werken met grote groepen mensen. We kunnen hele zalen vullen met mensen. Hier zie je met de giften van de redders van de kust, bijvoorbeeld die kledij die we hebben. Nu, die trekken ze zelfs vaak niet aan als ze gaan werken. Dat is dan een schone kledij die ze houden voor op activiteiten. We doen dus groepsactiviteiten met de mensen, basisinfrastructuur. Die basisinfrastructuur, dat is onder andere een kliniek, een informatica-vormingscentrum. We hebben een schoolfonds. Dus we zagen bijvoorbeeld de ouders zenden hun kinderen vaak niet tot 18 jaar naar school, want ze kunnen nooit hun diploma betalen, hun examen dita. Dus wat doen we? We zeggen van, jullie moeten instaan voor jullie kinderen, maar als ze 18 zijn, betalen wij examen dita, die 2 maandlonen is bijvoorbeeld. Bon, dat zorgt dat iedereen, hun kinderen en ook de meisjes, tot aan naar school gaan. Daarnaast zoeken wij ook individueel soms mensen die zeggen van oké, ik wil wel een student steunen gedurende 4, 5 jaar dat hij naar de universiteit gaat. Onze gasten hebben niet het loon om hun kinderen zomaar naar de universiteit te sturen. Dat kost veel geld. Dus dan is dat weer een oplossing. We hebben zo 7 mensen, nu op dit moment 7 studenten, die ook naar de universiteit gaan daardoor. Dus we doen agroforesterie, dat is nu stap voor stap in die herbebossing dat we daarmee beginnen. Dat is nog allemaal in het begin dat we er staan. We hebben een aantal activiteiten die ook hier in de stad werken. Ik ga er gewoon doorscrollen en een paar foto's geven. Dus die visteelt die we opstarten. Dit is hier de Mikongo, een van die bosgroenten die we nu kweken op enkele velden. Dat is nog in het begin, maar dat was de proefveld. Het resultaat geeft die nu al gegeten wordt. Dus dat zijn die stengels die men eet als ze wit zijn, als ze nog niet groen zijn. Zoals asperges, zeg maar. Honingteelt, maar voilà, enkele dingen. Hier zie je het Informatica Vormingscentrum. Hoe werkt dat? De klassen alle scholen hebben geen computers. Die kunnen bij ons, waar we wel stroom hebben, naar de klas komen. Met hun leerkracht, voilà. En dan volgens de les. We hebben daar zonnepanelen voor, dus dat is met Johan vanuit Evergem die dat gedaan heeft. We hebben een Failobi Café in Congo. maar dat is nu ook een beetje ons cultureel centrum. Misschien kan Poetu hier iets over vertellen. Dus we proberen zoveel mogelijk mensen te bereiken met andere dingen dan alleen maar herbebossing. Maar dus ook met muziek, ook met andere activiteiten. Poetu, tu peux me parler de notre centre culturel, comment ça fonctionne pour les jeunes? Nous sommes là pour l'encadrement de la jeunesse. Donc, c'est ça que par la musique, on peut aussi donner le message de Fajalobi. Qu'est-ce que Fajalobi fait? Quelle est l'importance de la Fajalobi?
quelle est l'importance de l'arrivoisement et donc de tout. C'est ça qu'on a fait. On a fait le centre culturel. Moi, je suis comme numéro un de la centre culturel. Je suis là et on est en train d'entraîner les gens et former les masses. Donc, faire la musique. Donc, derrière la musique, on va toujours aussi donner le message des Fajalobi. On va donner le message partout. On va aussi aider d'autres gens aussi par la musique aussi. C'est ça que nous faisons. Dus naast die informatica-vormingscentrum doen we dus in het cultureel centrum hebben we muziekinstrumenten van Rock Bujumbura gekregen. En daar hebben ze eigenlijk een paar groepjes mee opgericht. Dus die telkens elke beurt de muziekinstrumenten kunnen gebruiken. Die dan ook concerten geven. Ze hebben ook een muziekstudio nu opgericht waarmee ze dat verder doen. We hebben ook twee groepjes daarnaast jongere groepen, jongere werkingen, onder andere hogeschoolstudenten die in het weekend komen hun les volgen. Maar goed, ik ga moeten op de tijd letten, denk ik, Janis. dus ik ga terug naar de huidige dia. Oké. Dus naast die bar hebben we ook een aantal activiteiten, zoals een naaiatelier. Dus daar worden ook weer jongeren opgeleid tot in de atelier van Coupe Couture. We hebben een schrijnwerkerij, daar worden ook weer jongeren mee betrokken die mee op de ding doen. Dus we proberen zo een hele cirkel te maken. Dat maakt dat Fajalobi een hele gemeenschap is. Dus als iemand van ons een meubel nodig heeft, kunnen ze een meubel op krediet bestellen. Het wordt al gemaakt en dat wordt in schijfjes afbetaald. Want soms kunnen mensen geen bed kopen in één keer en dan hebben ze geen bed. Maar eigenlijk zouden ze het wel kunnen, maar omdat er hier geen kredietlijnen zijn, geen banken zijn, kunnen we het op zo'n manier oplossen. Onze ziekenhuis, zoals ik al verteld heb, voilà, hier zie je een beeld van een deel van het team. Er zijn 15 medewerkers daar, om een idee te geven. Voilà. Een echografie, er worden operaties gedaan. Maar goed, al die dingen, om maar te vertellen, dat is voornamelijk om dat evenwicht te krijgen tussen mens en natuur. Hè. Als de mensen in grote armoede leven hier, gaan ze blijven dat bos kappen, want dat bos is het enige wat ze nog hebben, is de enige rijkdom. Dus daar moeten we aan werken, om dat in die herbebossing gedaan te krijgen. Dan moeten we veel meer dingen doen. De huidige financiering, hier ga je een aantal dingen zien. We doen heel veel crowdfunding. We hebben heel veel mensen die ons sponsoren, die geloven in ons. Dus dat is heel fijn. We hebben bijvoorbeeld ook het wijkbos Magarius. Dus de buurt waar ik altijd in Gent gewoond heb, die ons nu steunt. Een geboortebos van een aantal kinderen al intussen. Ook iemand die gestorven is, die het als een memoriumbos betaald heeft. Bedrijfssponsors. Organisaties zoals Let's Say Food, hè? Dus die niet alleen doen dat er voedsel niet weggegooid wordt in Gent, tegelijk zijn ze ook ons aan het ondersteunen dat er bos geplant wordt. De Vlaamse landmaatschappij GoForest EcoFest, die dus bijvoorbeeld Boomtown mee organiseert, die hebben ons ook ondersteund. Dan provincies die ons ondersteunen voor agroforesterie en gemeentes. Dus we zoeken op alle mogelijke mensen met ons breed netwerk van mensen die ons kennen. Hoe kunnen we dat allemaal bekostigen? Want we hebben toch nu tot nu toe 300.000 euro per jaar geïnvesteerd erin om iets van 500 mensen in het werk te houden iedere keer. Maar nu willen we graag, want we zijn ambitieus, we zijn niet alleen zomaar hier in onze hangmat aan het liggen, we zijn op zoek naar grotere, grootschalige financiering. Dus we hebben nu ook een studie opgestart naar carbon credits. Waardoor dat hebben we zelf niet betaald, dat heeft een bedrijf betaald voor ons, om te zoeken hoe we dan onze bossen die we aangeplant hebben te crediteren, dat ze meten hoeveel zuurstof er al gecapteerd is, geproduceerd is. En dan willen we nu een soort groepsproject opstarten, die dan later ons inkomsten over 2, 3, 5, 20 jaar geeft per jaar dat er zuurstof geproduceerd wordt. En dat we die middelen terug kunnen investeren om nieuwe bossen aan te planten. We zoeken ook bedrijven. En we hebben ook nu onderhandelingen met bedrijven die willen mee financieren. Ook een
een paar grote organisaties. En momenteel, dus morgen komt de Bos Plus op bezoek. Dat is ook een van onze grote hoop, dat wij als Zuidpartner kunnen optreden voor Bos Plus. Bos Plus zit ook in Gent. Dat is eigenlijk een ideale partner. Wij kunnen een betrouwbare partner zijn in het zuiden. Zorgen dat er geen tracasserie is. Dat we kunnen bewijzen dat het geld ook effectief geïnvesteerd wordt in de herbebossing. En niet zomaar in jeeps en weet ik veel wat allemaal gaat zitten. Maar dus ze komen nu morgen, vertrekken ze vanuit Kinshasa naar hier, komt Isabel Verdriest met Bert Sommerville naar ons kijken. Maar daarnaast blijft onze crowdfunding heel erg belangrijk, want bijvoorbeeld dit jaar hebben wij geen middelen uit Failobby Café. Dus onze basisfondsen die we hadden, hebben we niet. Dus dat maakt het heel moeilijk werken. We hebben toch kunnen dat gebouw al oprichten, omdat we eigenlijk mensen gekregen hebben die ons wilden ondersteunen om mijn huis te bouwen. Dus en toen heb ik gedacht van oké, in plaats van een huis, laten we iets doen dat voor de toekomst ook blijft. Dat meer is dan een huis, dat eigenlijk dit herbebossingsproject blijft bestaan. Want de doelstelling is dat we later, zelfs als ik er later niet meer ben, dat het kan overgaan in een grotere organisatie zoals Bos Plus. En dat het eigenlijk kan blijven, een link behouden met Europa, zolang dat er hier een beetje chaos blijft in het land. Ik ga hier snel overgaan. Onthoud in deze ding dat 70% ongeveer de loonkost is. Dus het grootste deel gaat rechtstreeks naar de mensen. De rest is een stuk infrastructuur. En natuurlijk niet vergeten de grondrechten die we moeten kopen. Die we moeten betalen, ook aan de bevolking. Maar dat gaat ook terug een stuk in infrastructuur naar de bevolking dan. We halen die middelen zoals ik al gezegd heb. Een totaal voor een bos aan te planten per hectare hebben we €500 nodig om het aan te planten. We moeten ook nog grondrechten verwerven. Dus we houden daar, want we hebben kadasterkosten, we hebben belastingen enzovoort die we daarvoor moeten betalen. We hebben langdurig onderhoud, dus we rekenen eigenlijk op iets van €690 per hectare als we 30 jaar dat bos willen in stand houden. En dat intussen, met die carbon credits, hopen we dat we dan op termijn terug andere activiteiten nog bij kunnen doen naar die bevolking toe. Dus het belangrijkste van deze avond misschien, een bos planten is niet alleen dat bos planten, het is vooral maken dat die bevolking mee is met heel het project. Anders hou je hier niks recht. Maar tot nu toe slagen we erin. We hebben toch al 2700 hectare recht gezet. En onze volgende mijlpaal is eigenlijk dat we willen 50.000 hectare planten. Dus een heel veel grotere ambitie dan wat we nu hebben, die veel meer mensen kan aan het werk stellen en die dan echt meer zal zijn dan een druppel op een hete plaat, die ook echt een omslag kan maken naar niet alleen dat er woud gekapt wordt, maar dat er meer bos bij komt dan dat er gekapt wordt per jaar. Dat is een beetje onze doelstelling. Voilà, dat was heel snel erdoorheen geboerd om te proberen toch op een manier te vertellen wat we aan het doen zijn. Ik laat het woord aan jullie. Je kan op onze website ook nog wat beelden vinden. Oké, dank u wel. Jurgen, misschien... Ah ja, je zegt gestopt met screensharen, oké. Mm-hmm. En dan komen we tot bij... Je de camera aanzetten, Fabienne. Ah ja, sorry. Ja. Voilà, dan zie ik bij jou. Ja. Dan komen we tot bij Brecht. Ik weet niet, Brecht, heb jij veel vragen ontvangen? Brecht? Ja. Toch wel enkele. Ja? Ik zal anders de eerste vraag laten stellen door Jean-François van de Abele. Dag Jurgen et bonjour tout le monde. Impressionnant, hein? Impressionnant ce que vous faites. Dus, merci. Projet partagé par une communauté, ça, c'est merveilleux à écouter, à regarder ce que vous faites. C'est aussi gay qu'à pur leren kennen met zuurstof voor de Brugse Poort. En dat is eigenlijk nu zuurstof voor de toekomstige generaties, hein, voor de huidige en toekomstige. J'ai après, mooi gezegd. Comme urbaniste à Gand, et dans un projet de oxygène pour un quartier, ici c'est vraiment l'oxygène pour les générations actuelles et futures. Donc c'est un service que vous offrez aux pays riches aussi. Nous on se croit riches, en fait on est assez pauvres à différents niveaux. Ik had gewoon een vraag. Ik heb ooit een uitzending gezien van
Sebastião Salgado, die fotograaf. En die heeft ook een herbebossingsproject, ik dacht in Brazilië. Brazilië. Ook gigantische oppervlakte, of toch heel grote oppervlakte. Is het ook zo dat jullie effect zien op temperatuur en op het waterhuishouding in het gebied heeft dat ook effect? Dus il y a un projet semblable au vôtre au Brésil, mais je ne sais pas si au niveau communauté c'est aussi porté, mais en tout cas par un photographe. Et lui, il voit une évolution de température qui devient plus agréable et aussi d'humidité du sol. Il y a les sources qui rejaillissent, etc. Est-ce que c'est la même chose chez vous? Bon, het is uiteindelijk, we zijn nog niet zo lang gestart als je kijkt. 2012, de laatste velden zijn nog maar dit jaar geplant. Je ziet niet zo snel die evolutie. Maar wat je wel ziet als evolutie is heel snel het microklimaat verandert. Hè? Qua temperatuur wel. Hè? Dus waar ik woon, bijvoorbeeld die plantentuin, jardin botaniek dat we aan het aanleggen zijn, daar zijn de bomen al 10, 15 meter hoog. Hè? En die velden daarachter. Dus daar, als je tussen de bomen loopt, is dat veel koeler dan elders. Direct. Dat heb je direct als effect. Van waterhuishouding, we moeten zeggen, momenteel is er precies tijdelijk een... Ja, klimaatsverandering op dit moment, dat het al sneller droog is. Dat zal mondiale invloeden zijn, weet ik veel, waar het vandaan komt. Maar we merken hier dat het... We zitten in het savannegebied, dat het droger is dan vorige jaren, dit jaar. Onze bossen zijn nog niet groot genoeg. We hebben 2700 hectare. Dus het bos in Brazilië, dat was 700 hectare van die... fotograaf. Dat is één gebied. Dus wij hebben ongeveer vier gebieden. Dus die zijn telkens ongeveer die grootte van die in Brazilië. Dus dat is eigenlijk te klein om daar een gigantische klimaatsverandering te krijgen op groter niveau. Je moet toch tot 10.000 hectare gaan, denk ik, voordat je zoiets doet dat je eigenlijk wolken gaat aantrekken. Hè? Want nu gaan... Je krijgt eigenlijk in de savanne een soort zandbak die eigenlijk warmte opslaat en eigenlijk uitstoot. Hè? Die eigenlijk maakt dat de wolken weggeduwd worden als het iets droger wordt. Dus dat maakt dat we daardoor vaak minder regen hebben in die savannegebieden op bepaalde momenten. En dat er meer regen valt, maar dat er rivieren zijn waar dat er grotere wouden staan ook. Maar ik denk op langere termijn, hoe groter onze bossen worden, gaan we meer dat effect gaan zien. Maar het microklimaat zie je direct van temperatuur direct. Dus, en dat is het begin van die vochtigheid, die aantrekken van regen enzovoort. Ja. Un chapeau, hein? Je me demandais, Jurgen, est-ce que vous pouviez voir Jean-François, parce que là, tantôt... Oui, je le vois. Ah oui, mais non, ça marche, parce que là, tantôt, vous ne nous voyez pas, hein? Oui. Ok. Non. Oui. Il est aussi quelqu'un de mes collègues, en fait, de l'époque... qui nous a soutenus pour le reboisement dans les moments très difficiles quand la maison a été brûlée. Donc ça nous a vraiment supporté aussi. Ah oui. Ça, merci par toute la... Okay. Merci beaucoup. Merci. Brecht, en dan nog vragen? Ja, er is nog een vraag die door Tom Hamerlink zal gesteld worden. Tom? Ja, goeie avond. Hoort u mij? Ja, we horen en zien jou. Oké. Ten eerste, ja, proficiat voor het project. Félicitations pour le projet. Ik had eigenlijk drie vragen, waar dan eigenlijk grotendeels op sommigen is geantwoord. Ten eerste, wordt het project opgevolgd door... Ja, wetenschappelijk opgevolgd door universiteit of een andere instantie. Dan, hoe staat de overheid ten opzichte van het project? En hoe is de verhouding man-vrouw in het project? Ja. Dus wetenschappelijk, momenteel dus, is de universiteit betrokken van Gent.
Wij zijn vragende partij dat ze ook naar hier zouden komen met doctoraatstudenten. Dat zullen ze ook doen. En er is ook een, op termijn zal er ook een studie gebeuren naar de boomsoorten die hier groeien in Congo. Dus en dan zullen ze ook bij ons wel eens terechtkomen. Daarom proberen we ook dat centrum op te zetten. Dus dat huis, die groter is dan een, meer is dan een huis, zal daarvoor ook een stuk gebruikt worden om dat onthaal te doen. Maar je moet ook zien, een universiteit is een wetenschappelijk centrum die in eerste instantie niet investeert in projecten. Dus in de beginjaren waren ze meer afhoudend. Nu vinden ze het interessant, omdat er nu resultaten zijn. Hè? We hebben gewerkt met lokale woudboomsoorten, met de mix met exoten ertussen. Dus ze kunnen die verschillen gaan bekijken. Ze kunnen ook die kwestie van de CO2 gaan meten nu in savannegebieden waar dat er heringeplant is en vergelijken met waar er gewoon natuurlijke regeneratie is of waar dat er ingeplant is, waar dat er woud is. Dus dat zijn interessante dingen voor hun die ze nu beginnen. Nu beginnen wij interessant te worden voor hun. De tweede vraag, de derde vraag was de man-vrouw verhouding. Zoals ik gezegd heb, of zoals Patience ook gesproken heeft, een stuk, er is een stuk een achterstand van vrouwen naar beleidsvorming, naar functies. Hè? Er werken heel veel vrouwen bij ons, daar niet van, maar in de kaderfuncties is dat bijna afwezig momenteel. Dat heeft te maken met lagere opleidingen, met maatschappelijke tendensen. Hè. Dat is nu pas. Dus dat wij bezig zijn ook voor onze econoom. Die zit nog op de universiteit economie te volgen ook. Dus dat ik ook zeg van, oké, we moeten enkele vrouwen met capaciteiten al capteren eigenlijk in ons project. Om in die kaderfuncties te gaan zitten, om die verandering tot stand te brengen. Want tot nu toe is het niet gelukt. We hebben een paar keer geprobeerd. En dan bleek eigenlijk dat er een soort strategieën gebruikt werden voor, waardoor zij toch niet hun functie of hun macht konden uitoefenen wat ze moesten doen. Dus we moeten daar echt aan werken. De tweede vraag, wat ik even kwijt, even als de overheid. Ah, de overheid, ja. Dus de Belgische overheid, we hebben twee keer steun gekregen vanuit de federale overheid. We kregen steun, maar dat was eigenlijk meer een soort eenmalige gift. Dus nu bijvoorbeeld zitten wij met een andere regering, dus Ecolo zit er aan het hoofd. En die hebben zoiets van, ja, wij doen alles structureel. Vroeger was het MR, die meer zo'n keer iets rondstrooit, maar die eigenlijk geen structurele fondsen heeft. Dus zij kunnen dat niet. Maar daarom willen wij graag met BOSPLUS werken, omdat ze dan kunnen het project als Zuidpartner steunen. Dus dan kunnen ze BOSPLUS fondsen geven om in Congo te herbebossen. En dan zullen wij de Zuidpartner zijn die het zullen uitvoeren. Hier, lokaal, de overheden, dat is een ander verhaal. Er is heel veel tracasserie, noem ik dat. Heel veel corruptie. Hè? Dus wij hebben daar een soort afstandelijke verhouding mee. In die zin van, het is maar als het echt nodig is dat we ze gaan uitnodigen. Maar vaak komen zij ons taksen vragen en we proberen een beetje vriendschappelijk met hen te blijven, maar ze zo ver mogelijk op afstand te houden. Maar nu zijn we wel in contact bijvoorbeeld met professor Moussi Bono, van die conseiller, de chef de l'État is environnemental. Dus we hopen daar op termijn ook een link te maken met de nationale overheid in Congo. Maar dat is meer om een soort bescherming te hebben in geval dat er ooit hier problemen zijn met lokale overheden. Maar we proberen liever van de overheden weg te blijven hier lokaal. Want dat is alleen maar corruptie zoeken. Oké, bedankt. Ja. Misschien een vullende vraag nog, Jurgen. Voor Europese fondsen, heb je daar toegang toe? Nee, Europa werkt dus met heel grote fondsen die voor grote NGO's zijn, internationale NGO's zijn en niet voor kleine visitwees. Wij hebben toch een project ingediend. Het jaar dat ik vanuit België vertrok, heb ik heel veel werk ingestoken in een, ik weet nu niet meer het programma dat het was. Ik ben de naam kwijt. Maar goed, we hebben daar heel veel tijd in gestoken in een dossier indienen. En we haalden
55%. Dus ze hebben dat gequoteerd, maar we werden daar niet gekozen. Dat was een project ook voor carbon sinks te maken. Hè? En normaal gaat dat geld voornamelijk in Europa, maar wij hadden dus een project buiten Europa. En daarmee, ze hebben dan eigenlijk gekozen om bijvoorbeeld geld te stoppen in de havens die nu gaan proberen CO2 onder de oceaan te pompen, om daar studies naar te doen in plaats van naar bossen planten. Eigenlijk een stuk om meer geld aan de industrie te geven natuurlijk en niet naar de natuurdingen. Maar goed, daar moet je bijna een lobbybureau hebben die alles invult volgens de normen. We hebben het zelf geprobeerd met vrijwilligers te doen, dus dat geeft ons... we hebben het niet gehaald. Het is te groot Europa voor daar geld binnen te halen. Brecht, zijn er nog vragen? Er zijn absoluut nog vragen. De volgende vraag is van Ingrid Maris. Haar vraag is: internetopzoekingen zouden veel energie vragen. Daarom is er een algemene tip, namelijk het doen van opzoekingen via Ecosia. De mensen achter deze zoekmachine beloven voor elke opzoeking een boom te planten overal op deze planeet. Nu vraagt ze zich af, wat is daarvan aan? Bon, we hebben daar ook contact mee gehad, want ja, wij lopen alles af om fondsen te zoeken om te kunnen het project waarmaken. Ecosia heeft ook een intake gedaan met ons, maar dat is niet doorgegaan. Waarom? Omdat zij eigenlijk per tik op hun klik betalen zij een boom, zogezegd. Maar die boom mag niet zoveel kosten. Dus die boom mag 10 cent kosten maximaal. Maar goed, wij kunnen geen boom planten voor 10 cent, dan moeten we hier slavernij gaan terug invoeren. Dus dat was voor ons onhaalbaar. De projecten waar men het wel doet... zijn vaak projecten waar men ofwel met drones gaat planten, zaaien, maar niet planten, of projecten die eigenlijk niet zoveel met herbebossing te maken hebben, maar agroforesterie, waar men dan zegt van in de Sahel, die wadi's gaat men inzaaien, maar dat kost veel minder geld dan een boom planten. Wij zitten in een gebied natuurlijk waar dat die bomen om een woud in de savanne te krijgen, moet je wel beginnen planten, dan ga je ze niet zomaar zaaien. Want je moet er ook onderhoud doen. Dus dat is absoluut niet haalbaar. En daar ben ik echt een beetje opgestoten op hun verhaal van ja, dan hadden ze zoiets van ja, maar kunnen dat niet goedkoper en dit en dat. En dan had ik mijn voorstel gedaan van oké, jullie kunnen een deelsponsor worden per hectare bijvoorbeeld, maar wij kunnen niet de prijs zo laag zetten. Dat is niet correct. Dat kan niet. Dus zij hebben bijvoorbeeld Omiter gesponsord van Colruyt in Burkina Faso. Maar dat is een landbouwproject in feite met dan die wadi's waar men bomen zaait. En daar kan dat, maar voor ons is dat onhaalbaar. Het is veel te laag wat ze betalen. Oké. Dan ga ik anders door naar de volgende vraag. Die is van Carla Schimmel. De vraag is: hoeveel CO2 kan 1 hectare opnemen? Dus we hebben nu die studie achter de rug, die feasibiliteitsstudie, en men komt op 8,4 ton per hectare. Met de mix en met de dichtheid en met de soorten die we planten. Nu voor de eerste 5 jaar, wat men berekend heeft. Dus, maar men is daar dan conservatief in die zin van men houdt 20% af als men het echt berekent. Waarom? Omdat je nog bosbranden kan hebben later, waardoor er delen verloren gaan. Dus, maar de gemiddelde die we hebben is nu 8,4 ton per hectare. Als je kijkt, de gemiddelde natuurlijk bos hier in deze provincie geeft 9,4 ton per hectare. Dus we zitten redelijk zoals de natuurlijke bosgroei in feite. En ja, om te zetten, 10 ton per hectare, dat is zoiets wat een auto uitstoot gemiddeld per jaar of zo, denk ik. Ja. Oké. Dan nog een vraag van Dirk van den Bergen. Die vraagt zich af of er niet te weinig brandgangen zijn in verhouding tot de oppervlakte. 100 hectare is erg groot, liever. Hoe zit dat? Zijn er niet te weinig brandgangen?
Ja, dat is waar. We moeten daar ergens in schipperen. Eigenlijk, eenmaal dat je bos bos is, dat er geen savanne grasland meer tussen staat, ben je redelijk safe. Dan gaat je bos niet volledig in de fik opgaan. Gaat alleen de rand afbranden als er daar een savannebrand aankomt, omdat die bladeren groen zijn. En dus dat remt af. Maar als er nog savannegrasland tussen staat, is dat eigenlijk één fakkel. 100 hectare, ja, dat is groot. Waarom doen we dat? Ja, gebrek aan middelen. We zitten heel erg te schipperen. We proberen zoveel mogelijk bos te planten als mogelijk. Maar aan de andere kant, hoe groter je brand, hoe meer brandhangen, hoe meer kost je hebt om het te onderhouden. We zitten telkens op de draad eigenlijk te werken. Bijvoorbeeld op dit moment heb ik hier $200 nog bij me, maar we zitten wel met een project waar dat er hier toch nog 250 mensen werken. Dus dat zijn soms momenten dat je niet goed weet hoe dat je dingen moet oplossen. Bijvoorbeeld onze medewerkers moeten ook eten 's middags enzovoort. Dus alles moet betaald blijven. We proberen wat haalbaar is. Voor langere termijn zijn die 100 blokken van 100 hectare oké. Voor de eerste 3 jaar zou je eigenlijk moeten nog fijnmaziger gaan. Maar het grootste belang is eigenlijk dat je de brandhangen rondom je site hebt. Hè? Want als je buren branden, en daarom is dat nabuurschap enorm belangrijk, steken we soms meer tijd daarin nu. Om te... Oei. Ik zie Jurgen nu terug verdwenen. Ik ga misschien ondertussen al in de chat een berichtje delen van wie meer wil lezen nog over de activiteiten die we nog willen organiseren over regenwouden, dan terecht op onze website. Dus doorklikken op de link en dan kom je daarop terecht. Maar ik denk wel dat we Jurgen direct... Ja, ik zie hem al terug verschijnen. Ik ben al terug. Okay. Ja, voilà. Daar is Jurgen al terug. Okay. Zeg maar hoor. Ja, dus die brandhangen, wij zouden liever iets kleiner gaan, hè, op blokken van 50 hectare of zo gaan zitten, maar het is moeilijk haalbaar financieel om het te doen. Oké. Okay. Was er nog een praktische vraag, Jurgen, van iemand vroeg of we de slides nog gaan gedeeld worden met de deelnemers. Nu, als dat oké is voor jou om die te bezorgen... Kan ik die wel delen naar de deelnemers, maar ik weet niet of dat oké is voor jou. Ik weet ook niet of dat je nog ons... Heb je om mij gehoord, Jurgen? Wat beet was even gestild? Ja, dat kan gedeeld worden. Dat is geen probleem. Ja. Spread the word. We hebben geen geheimen hier. Maar het is een heel groot bestand. Wat ik zal doen... Ja, of wat ik ga doen als... ik hoop als Isabel Vertriest hier is, of Bert Somfine morgen of overmorgen, als zij een USB-stick mee hebben, zal ik het erop zetten. Okay. Bos Plus delen sturen. En als dat niet lukt, ga ik proberen via WeTransfer te versturen. Ja. Brecht, zijn er nog vragen? Er zijn nog 2 vragen. Een van die vragen komt van Philippe François. En die vraagt zich af of er nog andere gelijkaardige projecten zijn waarmee je contact hebt en waarmee je je verbonden voelt, zodat jullie ook ervaring elders wordt overgenomen. Ja. Eigenlijk zijn we hier in de streek redelijk zeldzaam als organisatie die herbebost, zomaar. Op een gegeven moment was er zicht van er zouden subsidies komen voor herbebossing. En dan begonnen alle politici hun eigen visitweetjes op te zetten enzovoort. Dus wij werden zelfs niet uitgenodigd bij de provincie om dat te gaan bespreken. Want men had zoiets van, dat zou een tracasserieverhaal worden. En men wilde de blanken daar zelfs niet bij hebben enzovoort. Dus dat is niet doorgaan. We hebben wel een paar buren... Dus Congolezen die zelf ook spontaan het beginnen kopiëren. Die zelf daarachter staan, die dat zien en die ook beginnen, maar op veel kleinere schaal. Dan hebben we ook een project in Kananga, die we een beetje mee volgen van op afstand, waar we alle verslagen lezen. Ik ben er nog niet geraakt. Dat was van iemand die Thomas Venken...
die... Johan Venken, pardon. Johan Venken, die is eigenlijk een paar jaar geleden gestorven. Dat was een Belg, die eigenlijk vanuit de bouworde van vroeger hier in Congo is gebleven. Maar die had, het is een project, het is een ander project, het is kleinschalig. Het is iets van 60 hectare hebben ze herbebost. Maar zij zijn vooral bezig met meer onderwijs, met kleine lokale boeren zelf te laten planten. Het is een beetje een andere manier. Wij doen het meer georganiseerd om meer op grotere schaal te kunnen gaan werken. Om meer een impact te hebben, om meer met grotere gemeenschappen te kunnen werken direct. Maar dus, we hebben zo een paar voorbeelden. Ik ken dan ook het project van Olivier Musiette in Plabateke. Die zijn bezig met alleen acacia aan te planten. Dat is voor houtskoolwinning. Maar goed, die hebben in de savanne toch al heel veel bos geplant. Maar dat is meer een, dat wordt geplant en na 7 jaar gekapt en dan weer. Maar zo moet er wel minder ook tropisch hout gekapt worden of savannebos gekapt worden. En dan volg ik via Isabel Vertriest ook nog een beetje mee wat WWF doet in Oost-Congo, waar ze eigenlijk rond Goma proberen ecomakala bos te planten. Dat de bevolking dus gesponsord wordt om bomen te planten, om te gebruiken als houtskool in plaats van het lokale woud te gaan afkappen. Dus daar volgen we een beetje mee van op afstand. Maar de afstanden zijn hier zo groot dat ik ook niet vaak kan zeggen van ik ga een keer ter plekke gaan kijken of zo. Oké. Oké. Er is nog één laatste vraag. En die komt opnieuw van Ingrid Maris. En zij vraagt eraf of er bedreigde diersoorten in de buurt zijn. Ja, we zitten eigenlijk in een reserve natureel, de Hippopotame de Mangai. Dus sinds 1948 is heel het gebied waar we zitten een beschermde reservaat, maar waar dat er eigenlijk geen beschermingsmaatregelen voor genomen zijn. Dus IUCN is nu aan het kijken, want volgens de plannen van IUCN moet er hier 240.000 hectare herbebost worden. Dus om terug dat wildbestand te beschermen. Er zitten nog lokaal in de streek van waar wij bij Bichambele werken, Kalanganda, zitten er buffels, de Afrikaanse buffel. Die waren van 11, het minimum was 11 exemplaren, nu zitten ze opnieuw op 19. Dus dat begint weer vooruit te gaan. Dan zitten er ja, de nijlpaarden en zebras in Gungu. Bij ons zelf zitten er natuurlijk ook veel meer soorten die beschermd zijn, maar die, of die waardevolle beesten zijn, maar die weinig roem hebben misschien. Maar zoals die pangolijn dat je gezien hebt op de eerste slide, die hebben we in onze eigen herbebossingsvelden gevonden. Dus die moet ergens aan het migreren geweest zijn tussen een bestaand bos en in onze plantages gekomen zijn, denk ik. Dus de civetkat leeft er ook. Ja, verschillende beesten, arendsen enzovoort. We hebben nog niet in het wild apen bijvoorbeeld zitten. Chakals hebben we ook wel zitten bij ons. We hebben niet in het wild apen zitten. Er zitten enkele apen in mijn tuin. Die leven in het wild, maar die leven eigenlijk als een soort... zoals een kat meer contact maakt met de mensen. Hè. Die leven wild in de bomen, maar die komen voedsel stelen en zo bij ons. Dus dat zijn niet echt wilde apen hier. Ik had nog één vraag opgemerkt, ook in de algemene chat. Iemand die vroeg of dat geen alternatieven zijn voor plastic zakjes. Bijvoorbeeld potjes van biodegradabel materiaal, Jiffy. Misschien willen ze sponsoren. Stelde hij zelf als vraag. En hij heeft ook de link in de chat gezet. Ja. We staan zeker open voor andere materialen, voor sponsoring, voor dat soort materialen ook. Op dit moment hebben wij, ook door financieel gebrek, zoeken we de goedkoopste manier om zoveel mogelijk boompjes te kunnen planten. Dus wat wij gebruiken zijn ja, die biodegradabele plastic, zoals dat heet. Maar we kunnen ook plastic gebruiken die meerdere keren kan hergebruikt worden. Maar we hebben daarmee gemerkt dat je vaak uitval hebt van planten. Omdat je, als je ze los trekt, dat ze eigenlijk je kluit uit elkaar trekken. En dit is zo'n fijn zakje dat je ze eigenlijk kan openscheuren.
en dat uw plant meer garantie heeft om te groeien. Maar het is een van de uitdagingen van, ja, hoe gaan we het aan? We zijn daar ook naar aan het kijken. Als er potentiële dingen zijn die ons niet veel geld kosten, dan willen we het zeker doen. Maar natuurlijk moeten we zien, als we onze herbebossing moeten verminderen van 700 hectare naar 100 hectare, omdat die potjes zoveel kosten, nee, voor het transport enzovoort. Maar je mag ook niet onderschatten wat transportkosten enzovoort misschien meebrengt. We hebben hier douanes, we hebben we zitten 700 kilometer in het binnenland. Die zakjes die we nu gebruiken zijn zo dun dat je ze eigenlijk gewoon op je fiets kan zetten of op een motor kan meepakken, overal naartoe. Dat eigenlijk je transportvervuiling ook heel laag ligt. Maar het is plastic en het is een groot probleem. Plastic, dat weten we. Maar ook, ik wil nog iets zeggen, want er zijn veel messages die we hebben gekregen voor jou. Dus de mensen, ils envoient leurs félicitations, hein? Ils sont impressionnés par votre histoire, par votre travail. Ils ont beaucoup de respect pour tout ce que vous faites là. Et ils vous souhaitent une bonne continuation. Merci. Donc voilà, merci. Il y a un mot, et ça c'est respect pour vous. Merci. Et merci, okay. Vraiment merci. Merci. Oh, waren er nog vragen in de chat, Brecht of was dat alles? Er was eigenlijk nog één laatste vraag. Goeie afsluiter. En dat was Carla die eraf vroeg. Ik zoek het hier even terug. Hoe kunnen wij helpen / sponsoren? Iedereen mag helpen, want wij hebben een heel stuk via crowdfunding dat we sponsoring krijgen. Of zoals kleinere organisaties, zoals Let's Save Food, Ecofest enzovoort, die ons sponsoren, Solsafi. Maar je kan op onze website kijken en daar op de website www.firelobby.org. En daar ga je zien. Ik ga het proberen op te staan opnieuw. www.firelobby.org. En daar kun je eigenlijk doorscrollen naar betalen. Ik weet dat onze link is. Momenteel moeten we een beetje zoeken in de website. We hebben nu nog niet onze rekeningnummer helemaal op de eerste pagina gezet. Dat moeten we nog veranderen in de toekomst. Maar het wordt ook allemaal door vrijwilligers gemaakt en gedaan, dus het is altijd in de vrije uurtjes, ja, dat het gebeurt, om ook die overheid controle te houden. Maar daar kun je de rekeningnummer vinden om iets te storten, of als jullie een activiteit willen doen met een klas of op andere manieren, wij kunnen altijd ook nog eens digitaal komen spreken of zo, dat is mogelijk. Er zijn allerlei mogelijkheden. Sophie Kloet, die hier ook mee luistert, zij doet Congo aan Zee jaarlijks. En daar gaat de inkomsten ook naar ons project. Ecofest doet dat ook. Let's Save Food doet dat. VLM heeft zo gesponsord. Dus misschien kunnen jullie activiteiten opzetten. Als er weer minder corona is. Als iedereen weer graag naar buiten komt. Ja. Dan kan dat. Onze eetcafé Firelobby in Gent. Als je een keer in Gent bent, kun je daar langs gaan ook. Het is een cv met goed doel. Dus dat betekent, alle winst gaat eigenlijk naar de herbebossing, naar de uitbetaling van de lonen en de kosten van de zaak. Maar goed, ja, in ieder geval, dus op het moment dat we de presentatie doormailen naar de deelnemers, kunnen we ook het rekeningnummer erbij vermelden. En ik zag hier ook een link verschijnen voor lid te maken van de nieuwsbrief van Firelobby, dus dat kunnen we ook mee vermelden dan in die mail aan de deelnemers. Ja. Maar in ieder geval, ja, de deelnemers vanavond hebben ook al met hun bijdrage meegesponsord, want dat gaan we ook doorstorten naar jou natuurlijk. En inderdaad ook een goed idee, Jurgen, als de terrasjes terug open gaan. Dat zal hier in, normaal gezien 8 mei zijn in België. Ik zou zeggen, laat ons daar allemaal een keer terugzien dan daar op het terras van Firelobby Café. Ja, en inderdaad, op de website als je kijkt, kun je ook via de Koning Boudewijn Stichting betalen, met de referentie dan van ons project, die in de website staat. En dan krijg je eigenlijk fiscale aftrek. Dus vorig jaar was het 60%. Ik denk, ik weet niet of het nu nog 60 is, of dat 45 is terug. Maar er is fiscale aftrek via de Koning Boudewijn Stichting. In elk geval,
in elk geval, ik denk, elke gift is een investering in onze toekomst, hè? Ja. Ja. Niets is te veel, denk ik dan. Hé, mensen? Het blijft groeien. Het blijft voilà. Groeien. Dus. Ja, nog iets dat je hier in de chat verschijnt is van Patty van 7e date, zondag 26 september. Herberg Magarius ontbijt. De voordelen van het project. Dat kunnen we ook in die mail naar de deelnemers vermelden dan. Voilà. Ja, ik denk... Jean-François had mij een beetje al de woorden uit de mond genomen. Ik denk dat het echt heel indrukwekkend is... wat jullie daar allemaal gerealiseerd hebben met steun van de gemeenschap. Grand merci aussi aux collaborateurs de Fachalobby. C'est vraiment impressionnant ce que vous avez réalisé tout là en communauté. Donc, vous avez en tout cas, je pense, de tous les participants de ici ce soir, notre soutien moral. Je pense qu'il y a aussi des gens qui veulent contribuer à ce projet, après ce qu'ils ont tous entendu ce soir. Donc, je vous souhaite surtout bonne continuation de ce que vous faites là. J'espère qu'on va encore entendre de vous, peut-être qu'on peut, dans un an ou deux, refaire cette activité à nouveau pour voir quel était le progrès de votre projet. Ou, qui sait, un jour on viendrait et on boit quelque chose ensemble. Hein? Ouais. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Ok. Tot misschien een keer in België ook. Maar in elk geval, mensen die willen ooit naar Congo komen, die een soort vorm van inleef of ecotourisme willen doen. Dit is mogelijk. Allee, we hebben eigenlijk twee hutten ter beschikking voor bezoekers nu. En straks gaan we eigenlijk in dat onthaalcentrum enkele kamers hebben waar mensen dan in meer Europese standing, of tussen Congolese en Europese standing, gaan kunnen logeren. Maar goed, men kan kiezen in de hut zoals de mensen, maar het is al een verbeterde hut, want je hebt al elektriciteit. Veel mensen hebben dat niet hier. Dus er is nog heel veel werk. En onze doelstelling is eigenlijk dat we het voor de bevolking kunnen verbeteren. Want dat gaat helpen om ons bos te bewaren, te beschermen. Oké. Ook bedankt al de deelnemers allemaal voor uw bijdrage aan dit project, via jullie deelname. Jullie interesse ook. Ik zag dat er eigenlijk bijna niemand heeft afgehaakt tijdens de vragensessie zelfs. Mensen zijn altijd online gebleven. En het waren ook interessante vragen en heel veel steunbetuigingen in de chat ook. Dus ook... bedankt daarvoor allemaal en graag tot een volgende activiteit. Tom. Okay. Voilà, we gaan hier ook afsluiten. Kijk, en misschien nog een keer de video's aan. Ik weet niet.